Hoi allemaal, leuk dat jullie er weer zijn bij een nieuwe video. Mijn naam is Connie Riebroek en ik ga in ieder geval mijn nagelverzorging zien en mijn parfum. Maar laat ik eerst met mijn nagelverzorging beginnen. Deze heb ik toen gekocht in Den Haag bij een tentje. Ik weet niet meer waar dat was, maar dat is dit kitje. En ik nam een keer een foldertje aan, toen zag ze mijn nagels. Zegt ze, oh, wat heb je mooie nagels. Nou ja, deze zijn alweer afgebroken. Er zijn ook alweer een paar kapot gegaan. Ik heb ze heel slecht verzorgd. Maar zo ziet het eruit. Dit is zeg maar een nagelvel. Dit is een buffer. En dit is de handcreme. En dit is de nagelringolie. En gewoon stap voor stap volgen. Eerst even goed op lengte veilen. En dan even kijken hoor. Gebruik je die geloof ik, of die? Nee, eerst die blauwe. Dan schuur je het vlak. Kijk, ik zal het even laten zien. Ik kan het wel even laten zien. Ik pak even mijn pink. Dan ziet het er zo uit, zeg maar. Nou, vrij ik het even schoon. En dan doe ik het met deze. Met de grijze kant, dat is deze kant. Dan krijg je een beetje dit idee. Nou. Even. En dan die witte. En dan heb je een hele mooie glanzende nagel. Dus dan hoef je niet eens een manicure te doen om zeg maar, sorry, ik heb jeuk. Om zeg maar naar de. Zie je? Zo glimmen ze heel erg. Dus ja. Daar was ik dus blij mee. Dus dat scheelt me weer. Eigenlijk zelf tripje naar de nagelstylisten. Nou, dan doe je dan een beetje nagelriem. En daarna even goed in laten trekken. En dan die handcreme. En je bent klaar. En dan heb ik zeg maar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 flesjes parfum. Die ik de laatste paar maanden zeg maar gebruikt heb. Dus dat is deze, is J'adore. Ik ga me niet vragen welke dat is. Dit is gewoon Eau de Toilette geloof ik. En ik ruik op dit moment niks, jongens, dus ik kan de geur niet omschrijven. Maar dit is de Eau de Toilette, geloof ik. Van vorig jaar of het jaar daarvoor. Durf ik vanaf te weten. Maar die heb ik best veel gedragen, zoals je ziet. Best wel veel uit. Ik ga een beetje door. Nou, deze ken iedereen wel. Zoals je nu kan zien, kan je wel een beetje zien dat ik er wat van gebruikt heb. Maar het is best wel groot flesje. Sorry jongens, ik ruik echt niks. Ik weet wel dat deze een beetje poederig ruikt. Maar nog voordat ik verkouden werd, zeg maar. En ziek werd. Deze van Kiko. Deze ruik ik ook niet, maar deze is heel erg lekker. Die was van vorig jaar, van de zomer. Nou, deze diamant, zoals je kan zien, zo, kan je het zien, maar zo nog beter. Zie je dat ik er behoorlijk wat van gebruikt heb. Deze is van de Haagse Markt, samen met deze, dat is van dezelfde merk. Oh, elastiekje voor mijn haar. Dus, ja. Zoals je ziet heb ik daar best behoorlijk wat van gebruikt. Met deze erbij. Nou, die heb ik ook al heel veel van gebruikt.
Mijn nieuwste aanwinst en mijn duurste aanwinst van vorig jaar is Dolce & Gabbana The One. Deze. Dus zo'n flesje. Hij is super, super, super lekker. En ik ben heel erg blij mee. Ik ben er ook heel erg zuinig op. Dus ja. Dit waren mijn parfumfavorieten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe in ieder geval een duimpje omhoog. Druk ook op het belletje. Dan weet je gelijk dat er een nieuwe video is geüpload. En ik zie jullie de volgende keer. Doei! Ik ga de wasmachine doen.